In deze video behandel ik een Excel-document dat ik heb gemaakt voor jullie. Als jullie mijn kanaal volgen, dan zie je dat ik regelmatig video's plaats over mijn eigen budget en mijn eigen vermogen. Sommige kijkers hadden gevraagd of ik dit document ook als download beschikbaar kon stellen. Nou, aangezien ik met Apple-producten werk, was het in Numbers gemaakt. Ik heb het nu voor jullie in Excel gemaakt. En in deze video wil ik gaan kijken, ten eerste behandel ik het document natuurlijk, geef ik wat kleine tips. En onder deze video kun je ook een link vinden om het te downloaden. Nou, al die informatie komt dus in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Abonneer je dan hieronder op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. En in deze video gaan we eigenlijk een beetje richting persoonlijke financiën kijken. Omdat we gaan kijken naar hoe staan we er zelf voor. Aan de ene kant ons budget, aan de andere kant hoeveel zijn we waard, wat is ons eigen vermogen. Nou, zoals gezegd heb ik daar een Excel document voor wat ik gebruik. En dat ga ik dus in deze video behandelen. Je kunt het Excel document downloaden hier in een link onder deze video. Dan ga je naar een pagina van mijn website, vul je e-mailadres in en dan stuur ik automatisch het document naar je toe. Je kunt dan ook aangeven of je geïnteresseerd bent in persoonlijke financiën, investeren en beleggen, passief inkomen of meerdere van die dingen. En dan krijg je daar regelmatig nog informatie over in je inbox, als je daar in ieder geval dus geïnteresseerd in bent. Anders krijg je het niet. En als je dan eenmaal het Excel document per e-mail hebt ontvangen, dan kun je eigenlijk direct beginnen. Zeker als je al enkele van mijn video's hebt gezien, dan weet je hoe het is opgebouwd, hoe het ongeveer in elkaar zit. Dan kun je het waarschijnlijk zelf. Maar in deze video wil ik dus ook nog stap voor stap het document doornemen op de computer. Dus laten we daarmee beginnen. Oké, ik heb hier het Excel document geopend en misschien als je al meer dingen hebt gezien, lijkt het een beetje op mijn studentenbudget. Daar ben ik ook vanuit gegaan. Dus de kleuren komen overeen. En in deze video zal ik dan ook stap voor stap een beetje uitleggen wat ik ga doen. Zoals je ziet, als je downloadt zijn er geen gegevens ingevoerd. Want ik weet niet hoe jouw situatie eruit ziet. Eigenlijk alle bedragen zijn op nul ingevoerd. En het eerste wat we bovenaan bijvoorbeeld zien zijn de inkomsten. Er staan verschillende soorten inkomsten die je kunt hebben. Het kunnen toeslagen zijn, kan een uitkering zijn, maar ook gewoon salaris of loon. Misschien uit je eigen onderneming, investeringen. Heel veel verschillende soorten. En wat je terug ziet komen in dit document is telkens als de eerste kolom groen is, dan wil het zeggen dat je dat in principe in moet vullen. En dat wanneer de eerste kolom groen is en de rest niet, dan wordt de rest automatisch overgenomen. Omdat we vaak zullen zien dat bedragen of inkomsten maandelijks hetzelfde zijn. Nou, laten we dat als voorbeeld bij het salaris doen. Ik zal het gewoon in dit voorbeeld ongeveer mijn situatie doen. Ik geloof dat ik per maand ongeveer €1850 krijg. Dus dat vul ik in januari in. En je ziet dat die eigenlijk elke maand is dat hetzelfde. In dit geval heb ik trouwens ook het vakantiegeld gekoppeld. Dat is, zoals je hierboven kunt zien, misschien 8% van het totaal wat je per jaar verdient. Dus dat rekent die automatisch al uit. Zal ongeveer kloppen in de meeste situaties. Gaan we dan verder dingen doen. Huurtoeslag, zorgtoeslag heb ik allemaal niet. Eigen onderneming inmiddels ook niet meer. Tenminste geen inkomsten eruit. Dus laten we het gewoon in dit geval even zoals het is, met alleen een salaris op dit moment. Zien we dat de totale inkomsten in mijn geval €1850 zijn. Oftewel bijna €24.000 per jaar. Inkomsten zijn altijd het eerste gedeelte van je budget. Daarna volgen de uitgaven en die zijn er vaak veel meer varianten van. Dus die heb ik ook opgesplitst. Zoals je ziet is het studie staat nog steeds bovenaan, omdat ik het gebaseerd heb op mijn budget voor studenten. En ook veel van mijn kijkers student zijn of bijna zijn of net klaar mee zijn. Maar in ieder geval, ik denk laat dat er gewoon in staan. Misschien heb je zoveel soort kinderen die het hebben, dan kun je daarvoor gebruiken. Maar laten we in mijn geval weer doorgaan naar de huur of de hypotheek. Ik geloof €613 inmiddels nog. Servicekosten zijn verhoogd naar €118. Elektra, gas, €95. Je ziet bij die dingen, die zijn elke maand hetzelfde. Bij het water is dat anders. Dit komt elk kwartaal, dus bij de meeste mensen zo. Weet ik niet precies het bedrag van. Laat ik even zeggen €40, ik weet het niet. Dan zie je dus dat die elke 3 maanden pakt die het bedrag, waardoor je uiteindelijk €160 per jaar kwijt bent. Rioolheffing, OZB, ja, dat heb ik dus zoals je ziet niet groen gemaakt. Dus dat betekent dat je een bedrag kunt invullen in de periode waarin het is. Misschien betaal jij het in februari of misschien betaal je het in april. Zelf doe ik nou alle gemeenschappelijke belastingen eigenlijk, geloof ik, zeg maar in zo'n gedeelte worden ze automatisch afgeschreven gedurende 6 maanden. Dus dat is ook weer anders voor mijn situatie. En dat soort dingen komen eigenlijk nog steeds meer terug, dus die heb ik zo laten staan. Maar in ieder geval, als we wat kosten hebben
uitgaven hebben opgesomd eigenlijk. Dan zien we per categorie telkens hoeveel het is. In dit geval 10 euro bij overige. Maar van al die categorieën samen zien we ook het totaal. Dat is dus 1205 euro. Nou, dan blijft er een vrij besteedbaar bedrag over. En dat is eigenlijk gewoon je inkomsten van 1845 min je uitgaves van 1205. In dit geval is 645 euro. En daar heb ik inmiddels een savings rate onder toegevoegd. Dat wil zeggen hoeveel... procentueel gezien, hoeveel geld hou je eigenlijk over van je inkomsten nadat je de meeste uitgaven hebt gedaan? Nou, dat is 35%. En ik denk, als je al boven de 20 zit, dat je al heel erg goed zit. Dit voorbeeld klopt dan niet. In mijn voorbeeld is het, ik geloof, ja, ongeveer wel dit trouwens. Misschien zelfs iets hoger, maar voor de meeste mensen, als je al misschien 15-20% zit, dan zit je eigenlijk al best goed. Dan betekent niet dat je nog nadat je de meeste uitgaven hebt gedaan nog geld overhoudt. Dat geld kun je dus gebruiken om bijvoorbeeld elke maand contant geld op te nemen. Dat je wat kleine dingen koopt. Dat je bijvoorbeeld elke maand nog 100 euro gaat sparen. Dat kan ook nog. En je ziet dat ik zeg maar nog 400 euro over heb. Dus ik ga nog 300 euro in de maand beleggen. Nou, wat we dan nog wel in de eerste kolom moeten doen is het banksaldo invullen. Dus het banksaldo zeg maar per 1 januari. Dus laten we zeggen dat het 1500 euro is. Dan zie je dat er elke maand eigenlijk toch nog geld overblijft. Want elke maand, bijvoorbeeld februari, wordt het banksaldo hoger. Gaan we naar het einde van het jaar, zit het zo hoog. En dat betekent dus dat we uiteindelijk 4000 euro meer banksaldo hebben aan het einde van het jaar ten opzichte van het begin van het jaar. En je ziet hier trouwens in de laatste kolom eigenlijk alle totaalbedragen. Zagen we eerst hier bijvoorbeeld het totaalbedrag van inkomsten. Dan zie je hier dat ik zoveel aan hypotheek kwijt ben. Of zoveel aan woonlasten bijvoorbeeld. Zoveel aan studieschuld los ik af. Nou, al die dingen komen dus samen. Je ziet dat ik dus in totaal 14.000 euro uitgeef. Nog 10.000 euro vrij te besteden heb. En dat ik daarvan een groot gedeelte natuurlijk spaar en investeer in dit voorbeeld. Maar ook in het echt natuurlijk. Dus ja, op die manier kun je eigenlijk een heel jaar plannen. Je kunt dit doen bijvoorbeeld in het begin van het jaar, in januari al. Maar je kunt het ook al ooit eerder doen, omdat je veel dingen al weet voor het komende jaar. We kunnen ook dingen aanpassen natuurlijk in het Excel-document. Want misschien verandert er dus wel iets gedurende het jaar. Stel dat we in juli in één keer gaan fitnessen. Dit kost 30 euro in de maand. Dan vul ik in juli in. En dan gaat die de rest van het jaar gewoon verder. Als het nou eenmalig is, bijvoorbeeld... bioscoop heb je geen abonnement op, dat is moeilijk eenmalig. Laten we zeggen het auto-onderhoud. In plaats van dat je geld reserveert, betaal je gewoon een keer voor je auto-onderhoud. En dit is in oktober 1000 euro. Als we nou standaard zo invullen, dan zou die de maanden erop telkens naar oktober overnemen. Dus dan doen we bij november vullen we gewoon een nul in en bij december in dit geval ook. Dan zie je dat het gewoon een enkele maand rekent. Mocht je nou dus aan het begin van het jaar denken van, ik ga gewoon elke maand 100 euro reserveren, dan vul je die 100 euro in. Dan gaat hij al die dingen, totdat het hier dan uiteindelijk is 1000 euro heb ingevuld, wat niet meer klopt. In deze formules eigenlijk ga ik telkens uit van de vorige kolom, dus je doet een isje plus die kolom die ervoor staat. En die kun je eigenlijk kopiëren naar de rest, waardoor het totaal weer klopt. En dan weet je een beetje hoe de formules werken. Alle formules staan hier ook bovenin, maar ik wil niet te technisch zijn. De meeste mensen zullen wel de basisdingen van Excel begrijpen. En dan kun je dit document eigenlijk makkelijk bijhouden en ook aanpassen naar je eigen dingen. Want stel, je wil nog iets toevoegen. Laten we even kijken. Hier bij Netflix bijvoorbeeld. Ja, zeg je, ik heb Netflix, maar ik heb bijvoorbeeld ook Videoland. Nou, als we dan hier gewoon rechtermuisknop doen, invoegen, zorg wel dat je er boven eentje invoegt. Want dan zul je zien dat in ieder geval het optellen nog altijd klopt. En dan zetten we hier Videoland neer. Ik weet niet wat Videoland kost, maar laat zeggen 10 euro. En zo kun je toch een kolom tussenvoegen, zodat je het beter aanpast naar je eigen situatie. Nou was natuurlijk het budget maar één vorm daarvan, want veel mensen vroegen juist ook voor het tweede tabblad. En dat was het eigen vermogen, die vinden we hier onderaan. Klikken we op EV 2019, dan zien we hier een overzicht. In dit geval is 2019. Ik heb hier al wat bedragen ingevuld, maar de basis is eigenlijk dat je een paar kolommen hebt. Op 1 januari vul je je stand in per die datum en telkens totdat het zeg maar, dan gaan we verder naar de volgende kolom, laat ik het zo zeggen. Totdat het 1 april is, dan houden we hiermee op en dan gaan we verder naar de volgende kolom, 1 juli. En zo gaan we eigenlijk door tot op het einde van het jaar. Op de 31ste willen we ook weer iets invullen, zodat we kunnen vergelijken met het einde van het jaar met 1 januari. Hoe is het hele jaar nou gebeurd? En we kunnen natuurlijk die datum eigenlijk van de 31ste ook weer gebruiken voor 1 januari 2020 in dit geval. Dus dan weten we welke bedragen we mee afsluiten en daar beginnen we ook mee in het nieuwe jaar. Behalve deze kolommen met
echte data hebben we ook een kolom met verwachting. Daar kun je misschien gedurende het jaar of aan het begin van het jaar al een verwachting maken. En gedurende het jaar aanpassen zonder dat je echte gegevens hoeft te veranderen. Dus je kunt hier bedragen invullen en die staan eigenlijk los van de rest. Gewoon naar wat je zelf denkt of zelf hebt uitgerekend. Misschien veranderingen die je verwacht. Dat kun je dus daar doen. En als we gaan kijken, ten eerste zien we hier bezittingen. Die gaan door tot aan hier. Dan zien we telkens een kolom. In dit geval 1,04. Dat betekent dat we 4% meer eindigen dan waarmee we begonnen. Klik ik namelijk even op de formule, dan zul je zien dat die kolom gedeeld door de beginkolom doet. Nou, dat wil dus zeggen dat je met 104.000 eindigt, terwijl je met 100.000 begon. En dan staat het in het groen, want een bezitting is een waarde toegenomen. Dus dan is het groen. Stel nou dat we het einde van het jaar het huis in één keer minder waard zou worden door een crisis en we vullen hier bijvoorbeeld 90.000 euro in. Dan zul je zien dat het aangepast wordt. En dan wordt het rood, want je bezitting wordt minder waard. Het is dus waardevermindering. En dan staat het in het rood 0,90. Deze dingen heb ik zelf snel gemaakt. Dus voorwaardelijke opmaak heet dit. En dan kun je dus eigenlijk snel door middel van kleuren zien of je iets goed of slecht gaat met je. Of in ieder geval met je situatie, laat ik het zo zeggen. En dat maakt het veel overzichtelijker, vind ik. Natuurlijk is het bij bezittingen zo dat het in waarde toeneemt, dat het groen wordt. Maar een schuld, als die in waarde toeneemt, dan moet die natuurlijk rood worden. Dus bij bezittingen hier, of bij schulden hier onderaan, heb ik het juist omgekeerd. Dan zul je zien dat wanneer het hoger is dan 1, dus het is toegenomen, dat het dan juist rood wordt. Want je wilt hebben dat je bezittingen natuurlijk, dat je schulden natuurlijk afnemen gedurende het jaar. Dus daar is het precies andersom. Dat zie je hier ook terugkomen. De hypotheek, die begint bij bijna 100.000 euro en die eindigt met 96. Die is dus afgenomen, dat is groen. Maar bijvoorbeeld je starterslening, die begon met 500 euro, maar uiteindelijk is het meer geworden. Die is dus rood, omdat je schuld is toegenomen. En telkens ook in de laatste kolom zie je of het goed gaat of niet. We zagen door dit voorbeeld was het dus je bezittingen afgenomen, dat het huis minder waard was. Nou, laten we gewoon zeggen dat het 104 was, zoals ik in het begin had gedaan. Dan zul je dus zien dat het 104 eindigt je totale vermogen. Kijken we dan bijvoorbeeld naar de schulden. Nou, dat is dus het totaal, die neemt in totaal dus af. En het mooie hieraan is dat we dit eigenlijk nog kunnen kopiëren. Ik zal dit trouwens in de download, is dit al verwerkt. Plakken we dit dus nou hier, dan zul je zien dat je eigen vermogen, want dat is waar het om gaat. Dat zijn dat, en als we even kijken wat dat dan is, dat is gewoon je bezittingen min je schulden. Dat is je eigen vermogen. In dit voorbeeld begonnen we met 26.000 euro en hadden we een overwaarde van een euro, zie ik wel. Dat is, heb ik er even uitgehaald, wat nou echt in je huis vastzit. Want de rest zijn vaak liquide dingen, die kun je iets mee doen. Maar een groot gedeelte van je vermogen zit vaak in je huis vast. En dat heb ik dus hieronder vermeld. Maar in ieder geval, je eigen vermogen stijgt tot uiteindelijk 33.825 euro. Dat wil dus zeggen dat je gedurende het jaar 30% in vermogen erop bent vooruit gegaan. En dat uiteindelijk ook je huis 7.000 euro, of dat je overwaarde 7.000 euro is. Aan de ene kant omdat je natuurlijk je huis meer is waard geworden. Aan de andere kant omdat je hypotheek heb afbetaald, dus je schuld is minder waard geworden, of is minder geworden, dus evenveel waard, maar die is minder geworden. Maar in ieder geval daardoor ontstaat er een overwaarde, dus hoewel je misschien, eigenlijk komt alles uit je huis zo te zien, je bent meer vermogen gaan krijgen, je hebt meer eigen vermogen. Het enige is alleen dat het dus in een huis vast zit, dus je kunt er op zich nog niet zo heel veel mee. En dat is waarom ik de overwaarde heb vermeld. En op deze manier kun je dus in een tabblad eigenlijk je financiële situatie bijhouden per kwartaal. Je zou het ook per maand kunnen doen, maar ik denk dat dat niet zo nuttig is. Ik denk dat per kwartaal al heel erg goed is als je dat bijhoudt, want eigenlijk per jaar zou ook al voldoende zijn, laat ik het zo zeggen. En ik heb dus opgesplitst in bezittingen, zoals je ziet. Huis en auto zijn vaak belangrijke dingen en daar heb ik toevallig een eenmanszaak bij staan, omdat je dat daar maar makkelijk bij kunt vermelden. Betaal- en spaarrekeningen. Beleggingsrekeningen en investeringen eigenlijk. De meest voorkomende, een paar die ik gebruik. Een paar dingen waarvan ik weet dat veel abonnees ze gebruiken. Ook cryptocurrency, goud en zilver, dat soort dingen kun je hier vermelden, waardoor je eigenlijk al je bezittingen hierin hebt. Hetzelfde geldt, hier kun je ook dingen toevoegen. Als je de basis van Excel kent, dan weet je al hoe dat gaat. En eigenlijk met schulden hetzelfde. De meest voorkomende dingen heb ik eigenlijk vermeld.
Daarnaast zou je bij overige schulden kunnen doen of nog zelf rijen kunnen toevoegen. En op deze manier hoop ik dat jullie in ieder geval het Excel-document waar jullie hem vroegen, dat je dat zo is wat jullie bedoelden. Ik denk het wel, want zo gebruik ik het eigenlijk zelf ook. Ik heb alleen de opzet iets veranderd. Dus ik hoop dat jullie hiermee vooruit kunnen. Mocht dat nog niet zo zijn, laat dan weten in de reacties onder deze video. Dan neem ik jullie suggesties of misschien dingen wel mee naar een volgende video. Nieuwe download of ik pas het gewoon aan. Dus op het moment dat jij het document gaat downloaden, dat in ieder geval alle laatste ontwikkelingen erin zijn verwerkt. Dan zorg ik in ieder geval dat het altijd actueel is. En tot zover deze video. Ik hoop dat je een leuke video hebt gevonden. Als je het document nog niet hebt gedownload of hebt aangevraagd, de link zoals gezegd vind je onder deze video. Dan kun je het rustig op je gemak dus zelf je eigen budget en je eigen vermogen berekenen. Vond je nou een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder, geef even een duimpje omlaag. Laat ook weten wat je goed of minder goed vond. Dan neem ik dat mee in de volgende video's. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, kun je achterlaten onder deze video of via onze Discord chat. Een link daarvan vind je ook onder deze video. En dan, zoals je ziet, reageer ik eigenlijk altijd wel op. Of ik doe er in ieder geval iets mee, want deze video is eigenlijk ook ontstaan vanuit de reacties onder mijn vorige video. En ben je nog geen lid van dit kanaal, maar je zit nog wel steeds te kijken, dan is het waarschijnlijk dus een interessante video geweest voor jou. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over de onderwerpen persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus ben je nog geen lid en wil je deze wel zien, abonneer je dan hieronder op het kanaal. Dan mis je nooit meer een video en dan zie ik jou graag in de volgende video weer terug.